zij jong was, ging zij met haar zusje Sirin. Kwam ze eigenlijk in dienst bij de koning Al-Muqawqis in Egypte. Ze was dus eigenlijk in dienst bij Al-Muqawqis van Egypte samen met haar zusje Sirin. Zij behoort ook tot de moeders der gelovigen. De unanimiteit waar ik het over had was over die 11 vrouwen dat hij met hen getrouwd was. Over Maria Qibtiya en Rayhana bin Zaid is er verschil van mening. Maar dit is een globaal verhaal over haar en wat ze was en waar ze vandaan kwam en hoe ze terecht kwam bij de profeet sallallahu alaihi wasallam. En haar zoon Ibrahim alayhi salam en haar overleden. Ik ga de volgende stap maken naar Maria al-Qibtiya radiyallahu anha. En over Maria al-Qibtiya zijn er natuurlijk verschillende verhalen te vinden in de boeken van Sira en van de moeders der gelovigen. Wie was zij? Zij werd eigenlijk geboren in Egypte, in een plek die heet Hefn en dichtbij een plek genaamd Ansana. En die ligt in ieder geval in Egypte. Zij is dus de Maria, de dochter van Shamoun. Haar vader was een Kopt, Qibtiya. Haar moeder was christelijk, radiyallahu anha. Waqad amdat Maria bi qaryatiha Hafn. Dus zij heeft gewoon in zo'n plek Hafn haar jeugdjaren doorgemaakt. En toen zij jong was, ging zij met haar zusje Sirin. Kwam ze eigenlijk in dienst bij de koning Al-Muqawqis in Egypte. Ze was dus eigenlijk in dienst bij Al-Muqawqis van Egypte samen met haar zusje Sirin. Volgens sommige geleerden kreeg Maria al-Qibtiya, zoals de andere vrouwen van de profeet, wel de welverdiende titel om al-Mu'minin. Moeder der gelovigen. Echter, binnen de geleerde kring is er geen eenduidigheid daarover. Dus dit is wel iets om duidelijk te maken, want we hebben net duidelijk gemaakt dat de profeet trouwde met 11 vrouwen, unaniem eens. Onder de geleerden van El Sunna al Jama'a, dat de profeet met 11 vrouwen ging trouwen. En nu komt het verhaal van Maria al-Qibtiya. Sommigen zeggen dat hij wel met haar is getrouwd, en anderen niet. En vandaar dat sommige geleerden zeggen, ze kreeg wel de welverdiende titel Umm al-Mu'minin. Radiyallahu anha. Met een Koptisch vader en een Griekse moeder was zij afkomstig uit een Koptisch geloofsgemeenschap. Maria radiyallahu anha werd geboren dus in Egypte en verhuisde al op een hele jonge leeftijd naar het hof van de christelijke heerser van Egypte, ook wel bekend als Al-Muqawqis. In antwoord op de brief van de profeet sallallahu alaihi wasallam met een uitnodiging tot de islam stuurde Al-Muqawqis de profeet enkel geschenken, onder wie 2 slavinnen en zussen Maria en Sirin. Dus zij kwam in het hof, zij kwam eigenlijk in dienst van de Muqawqis. De profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde boodschappers naar koningen van verschillende landen, verschillende plekken, om ze uit te nodigen tot de islam. En toen de boodschapper met de brief naar de Muqawqis van Egypte is gekomen, hij heeft niet de islam geaccepteerd, maar hij was niet vijandig zoals dat is geweest bij sommige koningen of leiders van bepaalde plekken. Hij is niet bekeerd tot de islam, maar hij
vond het wel leuk, zo'n uitnodiging. En hij stuurde met die boodschapper geschenken naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. En een van die geschenken die hij stuurde was Maria al-Qibtiya en haar zusje Sirin. Ibn Sa'd heeft gezegd, de boodschapper van Allah bracht Maria en haar zus naar Sulaiman bint Bilhan. Hij ging bij hun naar binnen en vertelde hen over de islam, waarna zij allebei moslim werden. Dus Maria al-Qibtiya, radiyallahu anha, werd moslim. De profeet ging ze vertellen over de islam. En ze waren overtuigd van de boodschap van de islam. Dit gebeurde ook in het jaar 7 na de immigratie. Dus de discussie, de profeet trouwde met haar of trouwde niet met haar, is bekend. Heeft ze de titel moeder der gelovigen of niet, is ook bekend. Maar er zijn wel geleerden van al-Sunna die ook zeggen dat de profeet trouwde met Maria al-Qibtiya. En dat ze ook een van de moeders der gelovigen zijn. Die discussie is er. In ieder geval is het wel bekend. Zij was toen in die tijd 20 jaar oud. Maria, radiyallahu anha, kreeg een gezonde zoon. In het 9e jaar na de immigratie van de profeet sallallahu alaihi wasallam. In hetzelfde jaar kwam Zainab, de dochter van de profeet sallallahu alaihi wasallam, te overleden. De profeet sallallahu alaihi wasallam vernoemde zijn zoon Ibrahim naar de voorvader van zowel de Joden als de christenen. Want de profeet gaf zijn zoon van Maria, radiyallahu anha, de naam Ibrahim. En Ibrahim, zoals jullie allemaal weten, de profeet Ibrahim wordt ook de aartsvader genoemd, maar wordt ook wel de vader van de profeten genoemd. Want als we kijken naar de profeet Ibrahim en zijn nakomelingen, dan vinden we dat onder zijn nakomelingen hebben we Ismaël, de zoon van Sarah, van Hazar, alayhi salam. En Hazar was ook een geschenk die gegeven werd aan Ibrahim met Sarah, ook door een leider van Egypte. Wat later de moeder der Arabieren wordt genoemd, Hazar. Aan de andere kant had de profeet Ibrahim een zoon gekregen van Sarah. En dat is dus de profeet Ishaq. En Ishaq had weer een zoon gekregen, dat is de profeet Jacob. En deze drie profeten worden artsvaders genoemd. En uit hun komen dus de rest van de profeten, zoals Dawood en Suleiman en Musa en Isa. Goed, de profeet koos als naam voor zijn zoon met Maria al-Qibtiya, radiyallahu anha, de naam Ibrahim, wat een van de, ja, wat de voorvader was van zowel de Joden als de christenen. De profeet, die alle profeten die na hem kwamen voorging, mocht Allah subhanahu wa ta'ala al deze profeten zegenen. Echter, Ibrahim, de zoon van de profeet, overleed zeer snel. Voor een wijsheid die alleen Allah subhanahu wa ta'ala weet. Want zoals de geleerden van Sira naar voren brengen, toen hij 18 maanden oud was, wie? Dan hebben we het over Ibrahim, de zoon van de profeet, werd hij ernstig ziek. En kwam als gevolg van zijn ziekte te overlijden. Hoewel de profeet wist dat zijn zoon naar het paradijs zou gaan, liet hij ook tranen vallen om het overlijden van zijn zoon. Toen een aantal van zijn metgezellen hem vroegen waarom hij huilde, antwoordde hij van: dat is mijn menselijkheid. Dus dat is het stukje natuurlijk menselijkheid. En het is natuurlijk begrijpelijk dat wanneer je dus een geliefde kwijtraakt, dat je daardoor kan huilen. En dat is ook het geval bij ons profeet sallallahu alaihi wasallam. Zodra het lichaam van Ibrahim werd begraven, verduisterde de zon en werd het donker en duister.
Sommige mensen dachten dat dit te maken had met het overlijden van Ibrahim. Maar de profeet sallallahu alayhi wasallam gaf hier al snel opheldering over. Hij zei: de zon en de maan zijn twee tekenen van Allah. Zei de profeet sallallahu alayhi wasallam: zij verduisteren niet vanwege de geboorte of het overlijden van iemand. Wanneer jij deze tekenen ziet, haast je dan naar het gedenken van Allah in het gebed. Omdat er sommige mensen in die tijd gingen praten, misschien was die zonverduistering door het overleden van de zoon van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En dat kan verspreid worden door onder de mensen. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam: nee, dat zijn twee tekenen van de tekenen van Allah. Zij, de zon verduistert niet wegens het overleden of de geboorte van iemand. Hoewel de ongelovigen gewoon waren de profeet te bespotten vanwege het feit dat hij geen zonen had. En zeiden dat hij afgesneden is van al het goede. Maakt Allah subhanahu wa ta'ala in het volgende vers duidelijk dat de positie van de profeet slaat hem ver boven die van elk persoon uitsteekt. Allah zei: voorwaar, wij hebben jou, o Mohammed, al-Kawthar gegeven. Verricht daarom het gebed voor jouw Heer een offer, voorwaar hij die van jou veracht, is juist degene die afgesneden is van al het goede. Want al-Abtar is iemand eigenlijk die gesneden is, afgesneden is, die geen nakomelingen heeft, die geen zonen heeft, die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd: wij hebben jou al-Kawthar gegeven, inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka, de vijand van jou is degene die Abtar is, niet jij die afgesneden is. Maria al-Qibtiya werd geëerd en gerespecteerd door de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn familie en zijn metgezellen. Ze bracht 3 jaar van haar leven met de profeet sallallahu alayhi wa sallam door, tot zijn dood. En overleed zelf 5 jaar later in het 16e jaar na de immigratie. Maria al-Qibtiya radiyallahu anha overleed ongeveer 5 jaar later dan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, in het jaar 16 na de immigratie. Mogen Allah tevreden over haar zijn. Zij bracht de laatste 5 jaar van haar leven door als een kluizenaar. Zij ging slechts naar buiten om het graf van de profeet en haar zoon te bezoeken en dua te doen. Maar in principe was zij een vrouw die echt thuis bleef. Radiyallahu anha. Ibn Abd al-Barr, dat is een van de grote geleerden. Imam ibn Abd al-Barr, Abu Umar, radiyallahu anhu, heeft gezegd, rahimahullah, Maria stierf tijdens de khilafa van Umar ibn Khattab. In de maand Muharram. Umar verzamelde zelf de mensen om haar begrafenis bij te wonen en leidde haar doden gebed voor als leider der gelovigen. En zij werd begraven in Al-Baqi', net als de meeste moeders van de moeders der gelovigen. Dus het verhaal van Maria al-Qibtiya is niet heel uitgebreid, maar dat komt door dat zij dus als een van de vrouwen van de profeet die als laatste is met hem gaan trouwen, volgens de mening van de geleerden die zeggen dat hij met haar getrouwd is. Zij behoort ook tot de moeders der gelovigen. De unanimiteit waar ik het over had was over die 11 vrouwen dat hij met hen getrouwd was. Over Maria al-Qibtiya en Rayhana bin Zaid is er verschil van mening. Maar dit is een globaal verhaal over haar en wat ze was en waar ze vandaan kwam en hoe ze terecht kwam bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En haar zoon Ibrahim alayhi salam en haar overleden. Ik heb geprobeerd middels deze stukken in ieder geval een klein beetje een duidelijk beeld te geven over haar. En ik hoop dat jullie in ieder geval een duidelijk beeld kregen van wie zij was. Los van of ze getrouwd met de profeet geweest of niet. En de juridische punten die daarbij horen.